Oh my god, jongens, kijk eens wat er uit mijn haar viel. Hier is mijn nagel. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlogmas. Vlogmas! We zijn vandaag bij... Doe je riem eens op. Sorry. We zijn vandaag bij dag 13... Nee, dag 14. Huh? Ik ben even de tel kwijt. 14. We zijn vandaag bij dag 14 aangekomen. Ik ben trots op mezelf. Het is nu echt kapot vroeg. 7 uur of zo. En ik ga met mama mee naar de werk, omdat er weer gebouwd wordt, gewerkt, niet gebouwd. Er wordt weer gewerkt in huis. En ik wil daar niet zijn. Dus dan ga ik maar met mama mee naar de werk. Mijn moeder werkt op kinderdagverblijf. Helemaal leuk. Waar ik trouwens natuurlijk niet mag filmen. Maar dat is natuurlijk meer dan logisch. Maar ik ga ook nog naar de Primark vandaag, waarschijnlijk. Dus dan film ik dat wel. Alleen vanavond ga ik dus naar voorstelling. En ik ga dat vloggen voor een ander kanaal. Dus ik weet niet zo goed hoe ik deze vlog vandaag vol ga maken. Maar we'll see. Het was gisteren ook gelukt. En toen dacht ik ook dat ik niks zou kunnen vloggen. Dus ik ga mijn best doen om er iets van te maken vandaag. Zo, nou, ik heb even een ochtendje geholpen bij mijn moeder op de werk. En ik ga nu naar het station, want ik ga even naar Zaandam. Even shoppen. Nog voor vakantie wat dingetjes halen. En ik heb net te horen gekregen dat het vanavond niet doorgaat. Ik zou dus vanavond naar Mozart gaan in Antwerpen, maar dat gaat dus niet door. Wegens omstandigheden. En ja, dat is wel jammer, maar dat betekent wel dat ik nog deze vlog gewoon lekker lang kan maken vandaag. Dus dat is wel weer chill. Maar goed, ik ga nu naar het station. En dan ga ik even lekker shoppen. Helemaal leuk. Ja. Nou, goed. Ik ben in het paskamertje en ik vind het best wel awkward om hier te vloggen. Maar goed, ik heb 3 dingen. Ik heb deze legging. Ik dacht chill voor in het vliegtuig. Dit glitterjurkje in een veel te grote maat, maar die is maar 3 euro. Dus ik dacht, nou, let's try it. En even laten zien. En nog dit velvet BH'tje. Geen idee of het wat is, maar ja, ik dacht ik probeer het gewoon. Ik kwam dus eigenlijk voor een pyjama, maar ze hadden dus niet de pyjama die ik zocht. Of sowieso hadden ze niet echt pyjama's die ik lekker vond of zo. Dus toen dacht ik, nou, laat maar. Maar goed, ik ga dit even passen. Ja, kijk, dit is dus een maat 42 en dat zie je ook wel. Zeg maar, het is best een leuk jurkje, ook vooral die mouwtjes. Maar ja, het zit gewoon te groot. Het is gewoon niet mooi, het sluit niet mooi aan. Ik vind die mouwen wel echt te leuk. Holy shit, ik zou er bijna een topje van maken voor die 3 euro. Echt. Zou ik op zich wel kunnen doen. Ja, maar dan nog. Kom op, hem. Dat slaat echt nergens op. Oké, deze legging zit heel chill. Maar het gaat hem echt sowieso niet worden. Want het zit lekker, maar het is niet echt bepaald heel erg flatteus of zo. Ik ben nu weer aan het lopen naar mijn moeders werk, want ja, het viel allemaal weer flink tegen in de stad. Alles wat ik zocht, dat hadden ze niet, dus dat is vervelend. Maar goed, ik ga nu nog even naar mama de werk, die is over een uur klaar ongeveer. En dan ga ik lekker naar huis. Oh my god, yes! Nou, ik ben weer lekker thuis. Echt al super lang eigenlijk. Maar oh, ik was zo moe. Ik heb echt op nu echt wel respect voor mijn moeder. Dat ze zeg maar 3 dagen per week met kinderen werkt. Het is echt best wel vermoeiend. Ik kwam thuis en ik zette een YouTube filmpje aan op de bank. En ik viel gewoon zo als een blok in slaap. Maar goed, in ieder geval, het was wel leuk om vandaag even mee te gaan. Ja, ik wil dus eventjes een verhaaltje vertellen. Ik ga jullie heel eventjes neerzetten. Even kijken hoor. Ik wil even een verhaaltje vertellen. Ik heb trouwens mijn grote lamp aan. Mijn studiolamp. Maar dat komt gewoon omdat ik dan weer licht heb. En dat vind ik beter dan het rode licht elke keer.
Maar goed, ik ga jullie even wat vertellen. Ik kwam dus net boven mijn kamer en ik krap zo aan mijn hoofd, zo. En ik denk, auw, oh my god, zo scherp. Dus ik kijk zo, is gewoon mijn hele gel lak eraf. En er zat zeg maar zo'n tipje op, die zit hier er ook op. En die was van de week al losgeraakt. Maar die had ik zeg maar weer vastgelijmd met gewoon nagellijm. Maar nu is het gewoon helemaal eraf gevallen. En ik weet niet eens waar het is gebeurd. Ik heb het helemaal niet gemerkt. Dus ja, maar het is wel gewoon echt een verruk. Want ik ga pas volgende week mijn nagels laten doen. En zaterdag heb ik mijn concert. Dus dan loop ik dus gewoon met een verkrekte nagel. Niet dat mensen dat zal opvallen. Maar ik dacht van ja, hoe ga ik dit oplossen? Dus ik denk dat ik gewoon allebei deze wijsvingers met zilveren nagellak ga doen. Omdat ons thema ook zilver is. Misschien dat ik daarna nog beslis om ze allemaal zilver te lakken. Maar ik doe eerst even alleen de wijsvingers. En dan kijk ik wel even hoe dat staat. Super raar. Echt heel raar dat het gewoon zo er vanaf is gevallen. Maar goed. Nou, het was nog een heel gedoe van wat ik nou precies wilde doen. Maar het is dit geworden. Het is dus niet echt een zilveren lak. Het is een beetje rosé goudachtig. Maar wel met een zilveren glans. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En op de andere nagels heb ik dan nog zilveren glitter gedaan. Ik weet nou niet of ik het mooi vind. Maar ik moest toch iets van een oplossing hebben. Kijk, vooral voor deze natuurlijk. Zo zonde. Ik heb nu zo'n klein kort nageltje. En hij is nog slap ook natuurlijk. Omdat je krijgt echt hele slechte nagels van gel lak. Eerlijk is eerlijk. Je eigen nagels gaan gewoon echt slap worden. Ik doe het hier wel even mee. En anders kan ik het altijd morgen nog veranderen. Maar oké, ik zal heel even laten zien wat ik vandaag nou nog bij de Primark had gekocht. Ik kwam eigenlijk voor een nieuwe pyjama. Maar ze hadden echt helemaal geen leuke pyjama's. En ja, dus dat is niet gelukt. En ja, ik heb dus nu eigenlijk alleen maar een beetje handige dingetjes gehaald. Als eerste heb ik nieuwe panties gehaald. 3,40 den. 3 voor 4 euro. Dan heb ik deze super cozy tights. Brushed fleece lining. Dus ja, het zijn gewoon een beetje, ja, gewoon warme tights. Ook voor 4 euro. En dan heb ik nog dit gehaald, want dit zocht ik al heel lang. En dit is zo'n tandenborstel cover. Want ik neem heel vaak gewoon mijn gewone tandenborstel mee als ik ergens ga logeren of wat dan ook. En ik vind dat altijd zo irritant, want dan moet ik altijd een zakje omheen doen, omdat ik niet wil dat die vies wordt. Maar dit is zoveel makkelijker. Dan doe je dit eromheen, pleur hem zo in je tas en klaar. Dus dat is wat ik heb gekocht en dat was 1 euro. Oh my god, jongens, kijk eens wat er uit mijn haar viel. Hier is mijn nagel. Oh my god. Zo raar dit. Gewoon mijn hele nagel is er gewoon afgebroken. Like, hoe dan? Echt zo gek, maar oké. Ik heb hem wel gevonden. Zo, nou, je girl is opeens helemaal opgetut. Maar super raar. Maar waar dit dus voor is, is dat ik eventjes wilde oefenen voor zaterdag. Voor mijn concert. Want ja, ik wist dus niet wat ik precies met mijn haar en met make-up wilde. Dus ik dacht, ik oefen het nu gewoon. En dit is hoe ik mijn haar wil. Het is zeg maar gewoon een hoge ponytail. Hoge ponytail. En dan met een beetje losse krulletjes. Ik heb het nu niet heel netjes gedaan. Kijk, dit heb ik allemaal even gelaten. Maar zaterdag doe ik het natuurlijk wel netjes. Maar eventjes gewoon. Dit is gewoon even een oefening. Om te kijken wat ik wil. En mijn make-up is natuurlijk ook niet prachtig nu. Sowieso mijn rode wangen schijnen gewoon overal doorheen. Maar goed. En mijn oogmake-up vind ik wel heel mooi. Dat doe ik sowieso. En dan mijn haar zo. Alleen dan hier ook nog een stuk strakker. Ik ga het echt zo met gel zo strak naar achter doen, zeg maar. Zodat het echt de hele dag blijft zitten. En ja, dit is een beetje wat het gaat worden dan voor zaterdag. En mijn outfit, ja, die ga ik jullie nog even lekker niet laten zien. Want dat zal ik jullie zaterdag wel gewoon even laten zien. Maar ja, voor de mensen die trouwens even niet begrijpen wat ik nou precies zaterdag heb. Ik ga het even uitleggen. Nou ja, zoals waarschijnlijk bijna. Wacht even hoor. Zoals waarschijnlijk bijna iedereen van jullie wel weet, doe ik op zaterdag de vooropleiding muziektheater op Fontis in Tilburg. In Fontis, ik weet nooit wat het is. Op Fontis, volgens mij. Dus dat is eigenlijk gewoon een musical vooropleiding, om het even zo te zeggen. En zaterdag hebben wij ons eerste concertje. Dat is eigenlijk, die hebben we 2 keer in het jaar. En daarin laten we eigenlijk zien wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. Dus dan hebben we een klein concertje voorbereid met een paar nummers en koornummers. Dat doen we dan met alle vooropleidingen samen. En ja, dat ga ik zaterdag dus weer doen.
Vorig jaar heb ik ook de Forumplein gedaan. En daar staan ook nog een aantal video's van. Van het concert. Als je daar benieuwd naar bent, zal ik het even linken hier beneden. Maar ja, dat is het dus eigenlijk. Dus we gaan eigenlijk gewoon optreden voor ouders en docenten. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. Dus dat is echt mega leuk. Ik heb er echt super veel zin in. Maar ja, ik moest er dus eventjes achterkomen wat ik precies met mijn haar en make-up wilde. Maar ik denk dat dit het wordt. Ja, ik vind het wel leuk. Want het past ook beter bij mijn outfit. Normaal had ik mijn haar wel een beetje los of half opgestoken. Maar dit past wel goed bij mijn outfit. Die ik jullie dus nog niet ga laten zien. Ik heb ook echt zo, echt jongens, jullie hebben echt geen idee. Ik ga dus volgende week donderdag ga ik naar Oostenrijk vliegen. En dan gaan we lekker een weekje op wintersport. En ik heb er zo ontiegelijk veel zin in. Je hebt echt geen idee. Ik kan echt niet meer wachten. Ik heb er zoveel zin in. En het is gewoon echt super leuk. En die week daarna gaan we naar Curaçao. Wat ik echt bizar vind. Ik kan het gewoon nog echt niet beseffen dat we naar Curaçao gaan. Ik vind dat echt heel vet dat we daarheen gaan. Want dat is gewoon, volgens mij is het daar zo mooi. En I can't. Ik ben echt zo benieuwd hoe het daar is. En zo lekker. En ook zo bizar dat ik dan gewoon weer naar, weet ik veel, 30 graden ga opeens. Like, ik ben echt de kou gewend nu. En dan opeens moet ik daar weer in jurkjes en korte broekjes en bikini lopen. Super raar, maar wel super chill. Echt, ik kan niet wachten. Eventjes lekker uitrusten. Even nergens aan denken. Heerlijk. Echt waar. Echt zoveel zin in. Dus ja, nou ja, in ieder geval ga ik zo meteen even deze vlog editen. Want ja, het is al volgens mij echt al 9:30. En dat betekent dus dat ik weer laat ga slapen vandaag. Want dat weet ik gewoon. Ik ben nu gewoon eigenlijk alweer te laat met editen. Ik moet eigenlijk gewoon eerder beginnen met editen, maar ja. Oké, in ieder geval, dit was weer even mijn praatje van vandaag. Ik ga even editen. Ik heb dus geëdit. En ik ga nu even lekker mijn tanden poetsen en make-up eraf halen. Ik ga eerst mijn make-up eraf halen. Vet zonde, ik moet trouwens even mijn badjes pakken, want die staan hierop. So, I'm back. Oké, en ik ga eerst even lekker mijn oogmake-up eraf halen. Maar wel lekker naar bed. Echt zin in. Ik heb het ook echt koud. Ik kan Netflixen nog even. Oh, heerlijk. Morgen moet ik weer 2 uur in de trein. Love my life. Het is voorlopig even de laatste zangles. Want daarna ga ik lekker op vakantie. Dus ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal top. Dus, joe. Maar wel echt, oh, heerlijk. Maar op zich heb ik wel zin in zangles. Ik hoop alleen dat het gewoon goed gaat. Oh, mijn camera is bijna leeg. Dus ik ga denk ik nu gewoon de vlog afsluiten snel. Ik ga hem zo meteen afsluiten, oké? Wacht, ik ben zo bij jullie terug. Oké, het is tijd om de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Uiteindelijk is mijn vlog nog best wel leuk geworden, denk ik. Ondanks dat ik niet heel veel onderweg vandaag heb gefilmd. Maar goed, ik ga nu lekker slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei!